Op 1 januari mochten we met z'n allen weer vuurwerk afsteken. Maar wie ruimt dit weer op in de binnenstad van Arnhem? We spraken met Ton Lenting, onderhoudsmanager van de binnenstad van Arnhem. Hoe gaat het precies in werk? Die belt een organisatie en die vraagt of zij het vuurwerk op willen ruimen. Ja, nee, wij hebben een vaste aannemer die voor onze bestekswerkzaamheden doet. Binnen het zwerfvuil valt ook het vuurwerk opruimen. En in het kernwinkelgebied, dus met name het voetgangersgebied met aansluitende winkelstraten, daar hebben we gisterochtend, zijn we om 10 uur begonnen. En daar hebben we dus al het vuurwerk geruimd. En dat heeft dus de bestekswerkzaamheden gedaan. Ja, en een vaste aannemer, dus het is niet, zijn niet elk jaar andere... Nee, het is de vaste aannemer, dat klopt. En waarom doet de gemeente alleen het winkelgebied? Nou, het is dus na de jaarwisseling, dus op 1 januari, dan willen we graag de bezoekers in Arnhem weer welkom heten in het voetgangersgebied, wat winkels gaan open. En vandaar dat we dus het centrumgebied gelijk schoon willen hebben. Ook al omdat vandaag alle winkels weer open zijn, expositieverkeer op gang komt. En dan hebben wij geen ruimte meer om het vuil te ruimen met machines en bladblazers. En vandaar dat we gekozen is om dat 's morgens te doen, nieuwjaarsdag tussen de 10 uur 's morgens en 2 uur 's middags. En dat doen jullie elk jaar op 1 januari? Of? Ja, dat doen wij elk jaar. Ze zetten dan veegmachines in met bladblazers die dus in de openbare ruimte van gevel tot gevel alles opruimen wat ze tegenkomen. En op de vooravond, de oudjaarsavond, hebben wij alle plastic zakken uit de afvalbakken gehaald. En die worden er dan overnieuw ingehangen. Dus afvalbakken worden weer helemaal tip in orde gemaakt. En ik zelf doe op diezelfde dag ook nog even de controle of de schades zijn in het centrumgebied. En is het altijd een groot team die dit doet? Het team bestond gisteren, even kijken, uit 4 veegwagens, 6 bladblazers. En dan waren we met mensen, even kijken, 16, 12, 13, 14, 15, met 15 personen.